Het ministerie van AWJ heeft op 16 oktober een aanvang gemaakt met het laten opleiden van 21 junior arbeidsinspecteurs tot buitengewoon agent van politie. Deelnemers worden tijdens deze opleiding toegerust met de nodige kennis om processen verbaal aan te zeggen en boetes op te leggen bij het niet naleven van de arbeidswetgeving. Het ministerie komt hiermee een stap dichter bij de gewenste sterkte om landelijk toe te zien op de naleving van de arbeidswetgeving. De opleiding duurt 3 maanden en zal veelal verzorgd worden op de politieacademie. Surichange Bank NV, SCB, heeft kennis genomen van de berichtgevingen over Surichange Nederland omtrent de intrekking van de vergunningen en betreurt de ontstane situatie ten zeerste. SCB is een onafhankelijke Surinaamse bank die losstaat van Surichange Nederland. Surichange Nederland was een cliënt van SCB waarvoor er valuta-uitbetalingen in Suriname zijn verzorgd. Enkele maanden geleden zijn deze remittance-transacties van Surichange Nederland uit voorzorg stopgezet, in afwachting van het lopende onderzoek en ter bescherming van de SCB en haar stakeholders tegen mogelijke onacceptabele risico's. De regering heeft besloten het omzetten van grondhuur en erfpacht naar eigendom integraal per staatsbesluit vast te stellen. Het doel is om burgers meer rechtszekerheid op hun grond te geven. Speciaal voor de uitvoering van dit staatsbesluit is er een grondconversieunit in het leven geroepen. Het team is vrijdag voor de duur van een jaar door president Chandrika Prasad Santokhi geïnstalleerd. Burgers met percelen tot 2500 vierkante meter kunnen deze voor 25 SAD per vierkante meter in eigendom omzetten. Het ligt in de bedoeling dat de grondconversieunit per 1 november operationeel is en landelijk gaat opereren.